Zoals jullie zien, lieve vrienden, is er hier een ongeluk gebeurd. Geen idee. Hè? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag alweer vrijdag. Ja, de tijd gaat hard heen. Het is vandaag, om precies te zijn, de 6e van de 5e 2022. En we leven om 13:28. Dus ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En de Beestenboel, nou eentje zit achter de deur, die heeft net eten gehad. En op de bank legt er een. En op de grond legt er een. En daar is dat nog wel later klaar. Dus ik ga even met ze lopen en ik denk dat Karin ook wel weer deze kant op komt, want we gaan eventjes de hort op. Vanavond ga ik alleen nog de hort op, want ze moet werken. Dat is Mary Hokker. Nou, die wacht maar. Ik moet er toch uit. Sorry Mary, lieve schat. Nou ja, ik neem wel even op. Yo, yo, even geduld, AUB. Dus vanavond ga ik daar dus even wel heen. En Karin die moet werken. Daar komt ze denk ik net aan. Ja, nou, eventjes rust. Zo dan. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag toe. Geniet ervan en geniet lekker met ons mee. Ze zeggen tot later. We zijn snel daar. Nou, wachten, zei ik. Ze luisteren weer eens niet. Helming, ga wachten. Wachten, Rijk ook. Daar. Wachten. Zo, lief weer. Ja, ze zwemmen al heel in de weg vanaf de nest. Komt nog eentje aan. Nog meer. Die zwemmen onder dat randje door. Zo klein zijn ze nog wel. Huh? Ze zwemmen gewoon onder dat randje door. En is het kopje naar beneden en dan komen ze er weer onderuit. Nou, moet je nou toch eens kijken. Kleine grut. Nou, leuk. Daar staat Karin te wachten op mij. Ik sta aan deze kant. Zoals jullie zien, lieve vrienden, is er hier een ongeluk gebeurd. Dat staat hier allemaal aangegeven. Die kruiser. Ja, er staan ook cijfers. Dat ging om een jongetje van 7 jaar. En die is in het ziekenhuis door de verwondingen overleden. En hier liggen allemaal bloemen. Met een foto van hem erbij. Vanavond is er dan ook een stille tocht, waar ik dus bij aanwezig wil zijn. Ik krijg er gewoon kippenvel van.
7 jaar. Ook gaat er een heel verhaal eraan vooraf. Wat ik liever niet vertel. Nee. Want het is verschrikkelijk. Maar oké, lieve vrienden. Dit wou ik jullie even laten zien. En tot straks maar weer. We gaan er hard op. Ja, lekker visje. Zeker. En dan heb ik een kleintje met een heleboel saus. Karin die heeft een hele grote zonder saus. Maar dat maakt allemaal niet uit. Nee. Mm. En ja, we zitten tegenover dat gekke ding. Wat ik afschuwelijk vind. Een grote bolder. Die behoort hier helemaal niet thuis. Ondanks dat het marinestad moet zijn. Maar het hoort meer in Rotterdam. Hè? En we zitten natuurlijk weer uiteraard bij de viswereld, boomviswereld, visspecialiteiten. Ja, helemaal geweldig. Of niet dan, Karin? Mm-hmm. Oké. Dus ja, we gaan lekker smullen. Enkel, ik kan momenteel niet dichterbij mijn tafeltje komen, dus ik zit op afstand. Nou, tot later. Nou, kijk eens wat een beauty. Oh, wat is dat een mooi ding, wat voor merk? Een Chevrolet. Wauw. Ah, geweldig. Moet je hem horen pruttelen, heerlijk. Mooi man. En er staat er eentje die is aan het magneetvissen. Dus ja, het is altijd even leuk wat er vanaf komt. Hij heeft er al een stoel eruit gevist en een speelgoedgevalletje. En nou eens wachten van wat komt er nog meer naar boven? Allemaal blubber. Ja, dat is bij een baroe en mij wel altijd zo bruggen. Daar, en daar ligt altijd zoveel troep onder. En ook bij de randjes, hè? Ja, randjes. Wat denkt u dat heel veel mensen die in die vuurwapens hebben gevonden en die ook gewoon zaken op hebben. En gelost op die manier. Uh-huh. Net zoals in Den Haag. Nee. Nou, ja, dat komt wel uit. Ja. Eerste prijs. Van wat? Zonde, hè, dat ze dat overboord. Geen idee. Hè? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Nee. Ja, goed, en goed in de week laten thuis. Ja. Iemand, man. Hè? Ja. En gewoon even een beker van. Nou, helemaal top, helemaal geweldig.
Hij haalt een hek naar boven en Karen die helpt. Zo'n hek waar dat je niet verder mag rijden. Jeetje, Nina. Dat gaat het er niet worden, ben ik bang. Zoals te zwaar. Lukt het niet, hè? Goed zo. Ja, die brede rand, hè? Doen ze niet? Geef mijn naam even door, want ik heb dat wel. Nou, de Marseille die gaat zelf helpen. Ja, maar hij is anders voor, hè? Ik hoor er niet bij, hoor, maar ik help hem alleen even. Ik kom met deze hekken uit te vissen. Ja.
kleuren. Ja, maar jij gaat het dan zelf een melding maken naar de En dat was het magneetvissen samen met een kolenkoeksmarsee. Geweldig. Ja, bingo. 400, nog wat. Komt u maar. Ja. Ik zou filmen, maar. Wat is dat hier? Mag dat? Nee. Hekwerk er dus uitgehaald. Dus, helemaal geweldig. Zo, eventjes een hek eruit halen. Wou je daar nog naartoe? Ja, u mag alvast nog aan. Nou ja, we weten allemaal dat het doodherdenking is geweest. Dus een mooie krans, daar wat losse bloemen. Daar een mooie krans. Ja, heel mooi. Ja. Indrukwekkend. En vanavond ook weer. Lieve vrienden, ik heb me weer klaargemaakt om te gaan. Ik heb nog een beertje gevonden die heb ik een kaart aan vastgebonden in een envelop. Ik heb wat op de kaart geschreven. Een hartje eraan gebonden met een lintje. Dat had ik ook ooit eens. En ik ga nog even snel naar de voormarkt kijken of ik daar nog een witte roodjes kan krijgen. En dan bind ik dat daar ook nog aan vast. En dan gaan we als zodewietwaard die kant op. De stille tocht, ja. Meer kan je niet doen, toch? En ik probeer te vloggen, lukt het niet, ja. Jammer dan. Ja, kan er niks aan doen. Dit gaat voor, ja toch? Nou, ik zou zeggen, ik hou jullie op de hoogte. Ik kan wel vloggen, dan vlog ik uiteraard. Kan ik het niet, dan hebben jullie pech. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Na de tijd ga ik dat ook weer proberen. Pakken we gewoon de draad weer op. Ze zeggen tot later. Nou, dat heb ik er dus van gemaakt. Wit bosje rozen. Keurig netjes ingepakt. Dus ja, dat zal ik overhandigen. Dus ik hoop ik mijn best heb gedaan. Helemaal wolkjes. Ja, nou, mooie ballonnen. Ik werk het toch niet zo goed. Ik ben nog helemaal in de keuken. Hij komt binnen. Au. Het is nog maar een klein beetje. Dus we zullen even nog afwachten wat er nog komen gaat. En als je nog een huis wilt kopen, daar is nog een huis te kopen. Ja, ook dat nog. Thank you.
Hoe vind jij het, schat? Erg, hè? Ja. Ja, is erg, hè? Kindje in de hemel? Nee? Is kindje in de hemel, schat? Waar is kindje? Kindje is bij de sterretjes? Bij de sterretjes, hè? Ja. Kindje is bij de sterretjes, hè? En hij gaat een ster worden, denk ik. Hij is een sterretje geworden, heel goed. Ja. Er zijn nu heel veel sterren nog een beetje.